Goedemorgen, beste deelnemer van dit webinar. Het is 6 oktober, het is een paar minuutjes voor 12. Even kijken, ik ga mijn scherm proberen te delen. Ik hoop dat dat gelukt is. Wordt er misschien niet beter op. Eerst keken we naar een zwart beeld, nu kijken we naar de AX-index op 6,62. Min 0,36% naar beneden toe, een paar puntjes. 2, 3 puntjes naar beneden toe. Eens even kijken, ik ga daarna naar de chat toe. Ik ga een aantal dingen doen. Ik ga eerst de chat mogelijk maken dat je kunt chatten naar everyone. Blijkbaar heeft Zoom dat veranderd. Dus moet ik eventjes aangeven. En ik zou aan de deelnemers van dit webinar, aan een van de deelnemers willen vragen. Ik ga zelf trouwens ook even iets posten in deze chat. Welkom, schrijf ik. En Jan Roberto, die zegt, yo, ik ben in de house. En ik schrijf welkom. En Rick zegt, goedemiddag, beeld en geluid zijn goed. Nou, dat is fijn om te horen. Rick, dankjewel en ook van harte welkom. En ik ga dan als stapje 2 ga ik naar de participants toe. Ga ik even kijken of Jan Robert zijn hand heeft opgestoken. Dat komt die bovenaan te staan. Hartstikke fijn. Ik ga je promoten naar panelist. En op het moment dat je zo weer komt, dan bent gekomen, dan ga ik je ook promoten naar co-host. Even kijken. Ik ga trouwens mezelf even renemen, want hier staat nog Harm. Nu staat er ook Menko. En dan komt dat helemaal goed. Even kijken. Dat is wat er gebeurd is. Nou, totdat Jan Robert in de house is, want we gaan vandaag een duo-presentatie doen. Jan Robert gaat zijn systeem, de werkingen van toelichten en de performance. Ik ga mijn systeem op te leggen, XLT, de werkingen van toelichten en de performance uiteenzetten. Maar voordat we zover zijn, wil ik eventjes uit gaan zoomen. Ja, inzoomen zeggen ze eigenlijk altijd al op de AX-index, maar ik moet even uitzoomen. Want dit is de daggrafiek, de intraday-grafiek. We zijn wat hoger gestart, 6,68. Voorbeurs zag ik volgens mij eventjes 6,70 staan. Nou zijn we toch wel weer 7 punten naar beneden toe gegaan vanaf dat momentje, iets voor 9:30. Even kijken, zitten we hier. Dus toch wel 1% naar beneden toe. En ik neem weer een dag tijd. Dus nou, de ellende houdt niet op, zal ik maar even zeggen. Maar misschien dat we je vandaag kunnen overtuigen om iets anders te gaan doen dan beleggen op de AX-index, oftewel de aandelen die daar geselecteerd zijn. Daar willen we. Hey, Jan Robert. Ja, voor mij heb jij die settings van de video's heb je uitgezet. Hè? Ik weet niet of wij dan te knap zijn dat het beeld gaat springen, weet ik niet. Even kijken. Want Harm heeft altijd alles op blokkade gezet, hè? Nou, ik ga je meteen co-host maken. Dan moet dat toch goed komen. Even als het kijken, goed is. Hoor. Ja, precies. Er staat ook een dingetje bij. Allow panelists to start video. Dus bij deze mag dat. En dus bij deze kijken. Is dat nu. Als het start video. Ja, kijk eens. Kijk. U bent in de house. Menko. Hey, van harte welkom. Hey, leuk dat ik jou weer zie. Even kijken. Ik was net even de AX aan het doorspitten, Jan Robert. Ik zag het. Tenminste, aan het doorspitten. Eventjes met de deelnemers aan het meenemen. Nou, intraday. Is het tijdens geen beste dag, hè? We zijn toch nog een stukje hoger gestart. Oh, kijk, het ziet er niet zonnig uit, hè, op de beurs, of wel? Nou, hier wel. Minder zonnig dan bij jou zie ik inderdaad. Dat is een stuk beter. Daar schijnt het zonnetje wel, op de beurs niet. Eens even kijken. Ik wil toch nog eventjes naar year-to-day. Dus dat betekent eigenlijk vanaf januari tot nu toe. Nou, dan wordt het beeld niet vrolijker. Want toen stonden we zelfs boven de 800 punten. We starten op maandag 3 januari op 803. Ja, beste mensen, we zijn bijna 140 punten kwijtgeraakt. Sterker nog, die zijn we kwijtgeraakt. En dat is eigenlijk gegaan in een hele mooie lijn naar beneden toe. Hè. Zeker als we naar jaargrafiek gaan, hè, dus nog iets verder weg. Wordt het beeld ook niet zonniger van om met Jan Robert termen te blijven. Maar hè, je ziet hier wel eigenlijk toch. Ja, ik vind dit toch wel een mooi patroon, Jan Robert. Iedereen vindt mij nu meteen niet leuk, want die kijkt naar zijn eigen beleggingsportefeuille, ziet alleen maar rode cijfers. Maar dit is toch wel een schoolvoorbeeld. Ik ga even met mijn muis mee naar beneden toe. Dat we elke keer lagere toppen, lagere bodems, lagere toppen, lagere bodems. En dat zo voortzet. En ik zie hier, ik heb hier gewoon een lagere bodem gezien. Dat is deze op 29 september, bijna op het eind van de maand, op 6,33. Het vervolg, ja, dat weet jij niet, weet ik niet, weten de meeste mensen niet. En degenen die het weten, die zeggen het waarschijnlijk niet tegen ons. Maar ik voorspel eigenlijk, ik ga nu een voorspelling doen. Ik voorspel lagere koersen dat we onder de 6, dat we naar 6,25 gaan. Ik pak er nog eens een keer een puntje of 30 vanaf.
Ik denk dat dat in ons verschiet ligt. En nou, beste meneer Cryptokoning, vertel eens even uw bevindingen daaromtrent. Ja, daar kan ik op zich wel mee leven. Althans, als je naar die dubbele bodem kijkt in de juni, juli, zeg maar. Met nu ook weer oktober. Dat is gewoon cruciaal. Ik weet niet wat voor niveau dit is. 6,40 of zo. En als dat... Was hoger, hè? Ja. Ja, 6,35. En inderdaad, als je daar doorheen zakt, dan heb je gewoon een nieuwe impuls naar beneden. Lager, hoor. Meestal is het zo dat je dan, als je de trading range hebt verlaten, dat je dan de afstand van die trading range nog naar beneden kunt klappen. Nou, pak een beetje 6,75, 6,35 is 40 punten. Nou ja, dan kom je op 5,95 uit zelfs. Dus het kan best, maar dan moet hij wel echt door die loze zakken. En ook voor jouw strategie is het deze bewegingen zijn op zich wel prima als het maar niet te hard in één keer naar beneden gaat. En als het gewoon zijwaarts naar beneden gaat, dat is prima. Of zijwaarts omhoog, maar niet met forse sprongen keihard omhoog of keihard naar beneden. Dat is dan iets minder. Ja, dat klopt. Nou, en om daar een voorzetje voor te geven, Jan-Robert, want we hebben afgesproken dat ik het eerste gedeelte van mijn rekening neem, jij het tweede gedeelte. Ik ga even dan, want ik ga je laten zien wat er de afgelopen 3 jaar is gebeurd. Toen werd het eigenlijk nog wel een stuk vrolijker, want we stonden toen op dat moment 5,80, dus zo'n beetje 3 jaar geleden. We hebben hier een hele klap naar beneden toe gemaakt, vrij snel naar beneden toe, maar hier ook een lijn omhoog. Nou, dan heeft mijn systeem, heeft het met name in die klap naar beneden toe, dan zal ik je laten zien dat mijn systeem het lastig heeft. We hebben een systeem, we hebben een bepaalde manier van werken, een bepaalde manier van denken, maar het betekent niet dat het in elk beurszijde dat het goed verloopt. Grote verrassing, de laatste tijd gaat het natuurlijk wel heel erg goed. Daar wil ik je ook kont van doen, even vertellen hoe dat allemaal in elkaar zit. Goed, dit was die AIX. Hou even vast, we hebben natuurlijk een bepaalde hele slechte periode gehad daar in het jaar 2020. En daar kom ik straks nog even terug in mijn presentatie. Ik ga naar stop sharing. Ik ga naar mijn, mijn PowerPoint presentatie. Kijken of je het gaat doen met dia voorstelling. Starten vanaf huidige dia. Daar komt hij terecht. Ja, dit is de maandgrafiek. We staan hier inderdaad op die 6,60 ongeveer. Wederom, linksbovenaan beginnen, rechtsonderaan eindigen. Downtrend is duidelijk wat mij betreft. Wordt het verhaal duidelijker op het moment dat we naar een jaargrafiek gaan? Nou, ook niet echt, hè. Want hier hebben we natuurlijk wel in november, had je net al kunnen zien even in de real-time koersen, hadden we 830 gespot. Maar vanaf dat moment, hè, eigenlijk van een jaar geleden, zie je toch ook die hele mooie downtrend in die grafiek, in de AIX. En waarschijnlijk ook in je Black Sport 5, op het moment dat je met aandelen aan het werken bent. Nou, wij willen je vandaag enthousiast maken om eens anders te kijken naar de beurs. Doe eens wat anders dan wat je afgelopen tijd gedaan hebt. Afgelopen tijd heb je zeer waarschijnlijk alleen maar verliezen achter de kiezer gekregen. En wij willen je vandaag ook laten zien dat het anders kan. Misschien maar eens even een vraag stellen. Hoe gaat het op dit moment bij jou in de aandelenportefeuille, in je beleggingsportefeuille? Heb jij op dit moment opties in de beleggingsportefeuille? Want we gaan het vandaag, ik ga het in ieder geval zeker hebben, jouw Robert trouwens ook, over opties, dat een mogelijkheid is, hè, een optie is om in de portefeuille op te nemen. Sterker nog, wij zijn er bloedenthousiast over, want met opties kun jij in allerlei beursgetijden kun je geld verdienen. Gaat de beurs omhoog, kun je geld verdienen. Gaat de beurs zijwaarts, kun je geld verdienen. Gaat de beurs neerwaarts, wat we afgelopen tijd gezien hebben, kun je ook geld verdienen. Dat laten we je zo meteen ook zien. Dus wil je even in de chat eens een reactie geven? Heb je opties in het portefeuille? Gaat het goed? Volg je een van mijn systemen? Volg je het systeem van jou, Robert? Ben je al lid bij Traders Vergelijken om op die manier, laat ik zeggen, jouw stukje spreiding in jouw beleggingsportefeuille te realiseren? Graag even een reactie in de chat op het moment dat je dat wilt doen. Kom ik zo meteen op terug, want ik ga meteen even door naar de presentatie. Ook even kijken naar de tijd, want we zijn al 10:55 en ik heb een half uurtje de tijd. Wat is het allerbelangrijkste op de beurs? Nou, een klein voorzetje, het begint met de letter R. En heel veel mensen die ik spreek, die zeggen, ja, dat is dus duidelijk. Dat is de R van rendement. Rendement, zelfs op het moment dat je er iets meer op zijn Fransoos uitspreekt. Ja, ik zeg rendement. En je hebt daar natuurlijk gelijk in. Tenminste, je hebt er bijna gelijk in. Want ik vind niet het allerbelangrijkste op de beurs rendement. Uiteindelijk is dat het resultaat van wat iets anders is. En dat is namelijk risicobeheersing, de R van risicobeheersing. Dat is het allerbelangrijkste. En mensen die verklaren mij wel eens een keer voor gek, die zeggen, Menko, jij hebt eigenlijk een hartstikke mooi systeem.
Alleen je hebt het alleen maar over risicobeheersing. Alleen maar kans op verlies. Je hebt het alleen maar over het feit dat je mogelijke verliezen gaat inkapselen. Dat je je risicomanagement moet gaan inzetten. Ik heb het altijd over risicobeheersing. En dan zeg ik, ja, dat klopt. Want risicobeheersing, dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk ook een optimaal rendement in je eigen beleggingsportefeuille kunt creëren. We gaan het vandaag hebben over optiebeleggen XLT. We hebben het over opties, we hebben het over call en put opties. We hebben het over het schrijven, het verkopen van call en put opties. Dat is wat ik doe. En ik doe dat op extra lange termijn. En ik zal je straks laten zien hoe dat er dan precies uitziet. Want een van mijn belangrijkste stellingen is, opties die hebben echt een plek, ja, een noodzakelijke plek vind ik eigenlijk, in je beleggingsportefeuille. Die horen in elke beleggingsportefeuille, horen zij een plek te hebben. En ik heb er ook een aantal redenen voor. Want een van de belangrijkste is de hefboomwerking. Je kunt nu eenmaal wat sneller geld verdienen met opties dan met welk ander beleggingsinstrument dan ook. En dan zou je zeggen, nou, dat is een heel offensief gebeuren, een heel agressief gebeuren. Ja, zeker. Opties kun je offensief inzetten, zelfs agressief inzetten. Misschien ken je heel veel mensen die hebben heel veel geld gewonnen, winsten gemaakt met opties. Dat kan inderdaad. Misschien ken je ook een aantal mensen die hebben heel veel geld verloren, verlies gemaakt. Dat kan ook met opties. Maar heel veel mensen hebben eigenlijk niet in de gaten dat je ook het beleggingsinstrument opties defensief in kan zetten. Om ook bijvoorbeeld een stukje waardebescherming te creëren in je eigen beleggingsportefeuille. Dat is een kant van opties die in wezen heel vaak overgeslagen wordt. En dat is eigenlijk jammer. Zeker als je kijkt naar als je een flink aandelen kapitaal hebt. En dat je dan meegegaan bent in de vaart voor volgeren dat die beurs dus naar beneden toe gegaan is. Had je dus eigenlijk ook een soort brandverzekering kunnen afsluiten. Vergelijk het maar met een brandverzekering op je huis. Een van mijn favoriete stellingen is, je hoeft niet per se gelijk te hebben om gelijk te krijgen, dus geld te verdienen. Stel nu voor, je wilt bijvoorbeeld een aandeel kopen, dan kun je maar op één manier geld verdienen op het moment dat het ene specifieke aandeel omhoog gaat. Nou, stel nu voor dat je een bepaalde optiepositie inneemt dan, en je denkt van nou, het gaat omhoog. En het gaat blijkbaar, achteraf gezien natuurlijk, gaat het ofwel zijwaarts of het gaat neerwaarts. Dan zit je dus fout. Nou, op het moment dat je met aandelen fout zit, schiet je meteen in het verlies in. Maar op het moment dat je met opties fout zit, kun je toch nog steeds geld verdienen. Nou, dat vind ik een kant van opties die mij heel erg aanspreekt. Ik zeg niet dat opties makkelijk zijn. Het moet ook een beetje jouw ding zijn. Maar goed, hè, verdiep je daarin. Of, zoals we dan straks zullen laten zien, ga gewoon op de vaart der volkeren mee. Doe met ons mee. Ga elke transactie die wij doen, kopieer die. En je maakt dan uiteindelijk ook hetzelfde rendement als wij zelf doen. Opties is dus eigenlijk ook een instrument om je risico's te minimaliseren. En uiteindelijk ook dus je rendementen optimaliseren. Even een kleine introductie van mezelf. Mijn naam is Menko Mekersweep. Ik heb in Tilburg gestudeerd. Ik ga hier eventjes wat vlotter doorheen. Even kijken of ik mijn muis een markeerstift kan laten worden. Nou, dat is bij deze gedaan. Ik ben daarna eigenlijk bij Sagittarius Beleggingen in dienst getreden. Heb daar een tijdje gewerkt als trader, als vermogensbeheerder dus. En daar heb ik mijn eerste echte kennismaking gehad met het beleggingsinstrument opties. Zodanig enthousiast geworden dat ik in 2010 voor mezelf ben gestart met de website optiebeleggen.nl. Ik doe alleen maar opties. Ik doe geen aandelen, ik doe geen futures, ik doe geen obligaties, niets van dat alles. Ik heb me volledig toegelegd op het beleggen met opties. Ik heb een samenwerking met mijnpublieke.com, samenwerking met tradersvergelijking.nl. Dat zal ik je straks ook maar laten zien hoe dat allemaal in elkaar zit. Ik had dus natuurlijk één geluk. Mijn studiegenootje die heeft me eigenlijk destijds toen ik studeerde enthousiast gemaakt over het beleggingsinstrument opties. En ja, met name tussen de kennis en kunde die ik opgedaan heb bij vermogensbeheerder, die werken nu in mijn voordeel. En ik ga me eigenlijk proberen vandaag te kwalificeren om uw coach te zijn, om te kijken van nou, kunnen we nu samen een stap gaan zetten? Kunnen we de verliezen eens achter ons laten? En kunnen we eens kijken of we samen rendement kunnen gaan maken? En dat doe ik dan als zijn uw coach. Oftewel, we gaan het samen doen om op die manier rendement te maken. Kleine introductie van mezelf, want niet over mezelf, net over gehad, maar over het beleggingsinstrument opties, want daar gaan we het eigenlijk uiteindelijk natuurlijk over hebben. In mijn wereldje heb je eigenlijk maar twee mogelijkheden. Een heel flauw woordschapje van mij is, in mijn wereldje heb je eigenlijk maar twee opties. Je hebt te maken met een call optie en je hebt te maken met een put optie. En die twee opties die hebben een tegenovergestelde werking. Ik heb hier niet voor niets een tegenovergestelde pijl neergezet. Een call optie is het recht om een onderliggende waarde te mogen kopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn. En je ziet dan meteen dat ik een aantal woorden vet gedrukt heb. Hè? Dus een call optie is een recht. Hè? Dus je maakt een afspraak met elkaar om een bepaald aandeel bijvoorbeeld te mogen kopen.
Dus dat kopen, dat is heel belangrijk. Ik zal hem eventjes omcirkelen. Vastgelegd wordt wat de prijs is. En vastgelegd wordt tot en met wanneer die call-optie dan houdbaar is. Tot wanneer die geldig is. Want opties, dat geldt voor call-opties en voor put-opties, die hebben een bepaalde eindigheidsdatum tot wanneer die optie houdbaar is. Nou, dat is een call-optie. Een put-optie is daar tegenovergesteld. Hè. Op het moment dat een call-optie het recht is om onderlinge waarde te mogen kopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn, dan is een put-optie uiteraard tegenovergesteld. Dat is het recht om een onderliggende waarde te mogen verkopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn. Dus zo zie je dat call- en put-opties tegenovergestelde werking hebben. Heel belangrijk dus, je gaat definiëren wat de onderliggende waarde is. Je legt de prijs en de optiepremie leg je vast. En ja, allerbelangrijkste voor mij, en daar ben ik eigenlijk gespecialiseerd, is om daar geld mee te verdienen, om dat voor mij te laten werken. Dat is die optie-expiratiedatum, dus die eindigheidsdatum. Ja, om daar gebruik van te maken. Dat is heel belangrijk. Dat is in wezen de kunst om met opties te gaan werken. Hoe ziet er dat dan uit? Het kopen en verkopen, dat is makkelijk. Hè? Dat is tegenovergesteld. Dus op het moment dat je koopt, dan betaal je een bepaalde premie. Die ga ik eens hier links markeren. Dus ik heb het eventjes over dit bovenste kwadrant, het eerste kwadrant. Het kopen van een call-optie. Je betaalt dan een bepaalde premie en je verwerft daarmee bepaalde rechten. Het recht natuurlijk om die onderliggende waarde te mogen kopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn. Nou, ik ben gespecialiseerd in het verkopen, oftewel het schrijven van opties. Dus ik ontvang van de kopende partij van de call-optie, ontvang ik premie, dat is nummertje 1. Van de verkopende partij van de put-optie, van de kopende partij van de put-optie, krijg ik een premie, want ik ben de verkoper van de put. Dus ik verkoop een call, ik verkoop een put, ik krijg aan twee kanten geld. Nou, wat is leuker dan aan twee kanten geld krijgen? Nou, dan zou je zeggen, als dat de hele dag het geval is, dan is het natuurlijk superleuk. Maar ik krijg aan twee kanten geld, aan twee kanten ontvang ik premie. Maar ik krijg daar ook mee meteen bepaalde verplichtingen. Dus ik ga bepaalde plichten aan. En juist om die plichten, om daar zo goed mogelijk mee om te gaan, daar heb je dat risicomanagement voor nodig. Dat is eigenlijk die risicobeheersing waar ik het zojuist over had. Ik zie een aantal voordelen aan het verkopen van opties. Nou, dit rijtje kun je zelf lezen. Ik zie ook een nadeel aan het verkopen van een optie. En dat is het risico. Even kijken of je dat achter die oranje achtergrond ook redelijk kan maken. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Ik wil dit graag uitleggen. 70-80% van alle opties lopen met verlies af. Nou, ik denk dat je dan zegt, hey, dat vind ik wel een hele boute stelling, beste Menko. Ga die maar eens even uitleggen voor me. Want ik heb daar de vorige keer een aantal vragen over gehad. Dit is een screenshot wat ik gemaakt heb op 2-2-2002 om 2:30. Als ik ietsje slimmer was geweest, had ik natuurlijk 32 minuten gewacht. Had ik een screenshot gehad van 2-2-2002 om 2:02. Maar laat ik zo zeggen, op dat moment was ik niet zo helder om nog 32 minuten te wachten. Het gaat er even over dat dit een screenshot is zoals je dat op elk moment van de dag kan maken. Ik heb hier een screenshot gemaakt van de AEX op 2 februari. Schrik niet, beste mensen. We hebben het even in het voorstukje al een keertje over gehad. 7,71 stonden we toen. Toch wel eens een behoorlijk stuk hoger dan dat we nu staan. Maar dat maakt voor mijn optieverhaal eventjes niet uit. Stel nu voor, hè, je ziet hier de december 23 serie zie je staan. En je ziet hier ook staan de call en put opties. En hier aan de linkerkant zie je de calls. Aan de rechterkant zie je de put opties staan. Die staat hier. Even kijken of je een mooi geel kan maken. En ik wil me focussen op de call 750. Dat is deze. Even kijken of ik een mooie gele lijn kan maken. Nou, dat lukt me redelijk. Nou, niet helemaal netjes, maar oké, je snapt het idee. Stel nu eens voor dat wij op 2 februari 2022, dat we deze call willen gaan kopen. Nou, dat kan voor, nou, pak een beetje €68. Hè, want de biedt dan laatste 67 om €69. Dus voor €68 kunnen we deze call wel kopen. Wat gebeurt er nou met deze call 750 op het moment dat we naar de derde vrijdag van december gaan, want dat is de houdbaarheidsdatum, hè, dat heb ik hier neergezet, dat is de houdbaarheidsdatum van deze call-optie. En stel nu eens voor dat de AX op dat moment ook nog steeds op 771 punten staat. Nou, dan zou je zeggen, hey, mooi, daar zit winst in, hè, want we hebben een call 750, de AX staat op 771, dus dan betekent dat die 21 punten waard is, €21 waard is. Zeg, ja, dat klopt. Dus je hebt €2100 verdiend. Haha, helemaal niet waar. Want stel nu, je ziet hier, om dat ding te kopen moet je nu €68 neerleggen. Dus je hebt €68 betaald.
Dat ding is nu 21 euro waard. Dat betekent dus ook dat deze call-optie, dat die met verlies afloopt. Sterker nog, alle call-opties die hier staan, even kijken of ik een mooi pijl naar beneden kan maken. Deze call-opties zijn natuurlijk allemaal met verlies gesloten. Want hier moet je allemaal premies voor betalen. En de AX staat niet boven de 800, 850, 911 en 1000 euro en 1100 punten. Nee hoor, want al deze opties die zijn sowieso natuurlijk zonder waarde afgelopen. En dat betekent dus dat je 70 tot 80% kans hebt dat je, als je een optie gaat kopen, dat je die met verlies gaat sluiten, die positie. Wat is dus het alternatief? Het verkopen van call en put opties, dat is dus precies wat ik doe. Dit is de AX-index. Aan de rechterkant gaan we hoger, heb ik hier geschreven. Aan de linkerkant gaan we lager, heb ik hier geschreven. Dit is de onderliggende waarde tot aan de optie-expiratie. Nou, ik heb je al verteld, ik handel alleen maar op de AX-index. Even kijken of ik hem mooi kan schrijven. Nou, lukt me redelijk. Dit is de koers van de AX-index tot aan de optie-expiratiedatum. En ik ga aan de rechterkant ga ik een short call, oftewel ik verkoop een call optie en dan ontvang ik premie voor. Aan de linkerkant ga ik een put optie verkopen en ontvang ik premie voor. Ik had je al verteld, ik krijg aan twee kanten geld. Dat is lekker, want ik krijg twee keer premies. Dat betekent eigenlijk dat mijn premieontvangsten is, zijn. Ik moet wel meer van praten. Dat mijn premieontvangsten zijn. En dat betekent dus ook dat mijn maximale winst is in deze strategie, want dit is de short strangle strategie. En ik had je al verteld, waarom heb ik het nu eigenlijk altijd over risico? Nou, ik wil natuurlijk niet in het verlies terechtkomen. Want op het moment dat die beurs heel erg hard naar beneden toe gaat, dan kom ik hier in het verlies. Nou, dat wil ik natuurlijk niet. Sterker nog, op het moment dat die beurs heel erg hard omhoog gaat, dan loop ik het risico om tegen een ongelimiteerd verlies aan te lopen. Nou, dat willen we natuurlijk helemaal niet. Dus deze short strangle strategie die is erop geënt om premies op te halen. En ja, het idee is natuurlijk dat je eigenlijk met dat hele strikte risicomanagement voorkomt dat je in het verlies gaat komen. Sterker nog, dat je een heel groot verlies daar tegenaan gaat lopen. Ik had je verteld dat deze strategie, dat is mijn favoriete strategie, die zet ik in bij optieberg KT, dat is de bovenste. Die zet ik in bij optieberg LT. Dan zou je zeggen, wat is dan het verschil? Nou, op korte termijn hanteer ik een beleggingshorizon van 1 maand. Even kijken, MND. Dus met 4 weken hanteer ik deze korte termijn strategie, de short strangle. Ik verkoop dus een call en put optie, maar dan op maandbasis. Bij lange termijn kun je iets bij voorstellen. Dan doe ik hetzelfde. Hè? Ik verkoop een call en put optie op de AX-index, maar dan met een beleggingshorizon van tussen de 3 en 9 maanden. Nou, vandaag gaan we het hebben over de blauwe jongen, de extra lange termijn. En je kunt je dan voorstellen als korte termijn een maandbasis is, als lange termijn 3 tot 9 maandbasis is. Dat betekent dus automatisch dat de extra lange termijn, dat er nog een verder weg gelegen beleggingshorizon is. Oftewel, ik hanteer hier een beleggingshorizon van tussen de 1 en 2 jaar. Om dit systeem mee te doen, heb je een kapitaal nodig van 10.000 euro. Dat hoeft niet van mij, voor mij had je voor 1.000 euro al mee kunnen doen. Maar op het moment dat je een call and put optie op de AX gaat verkopen, gaat schrijven dus, dan vereist elke broker, of je nu bij Maxim zit, of bij Saxo, of de Giro, of maakt me allemaal niet uit waar je zit, die vereist daar een marginverplichting voor. En om dat een beetje aan de ruime kant te nemen, heb ik gezegd dat ik met alle drie die systemen, om dat te volgen, heb je dus 10.000 euro benodigd kapitaal nodig. Wat is mijn doelstelling? Wat wil ik nou met deze drie systemen beogen? Dat zijn de drie R's. Ik wil rust overdag hebben, dus ik wil die bandbreedte zo groot mogelijk hebben, zodat als ik naar de beurs kijk, dat ik niet meteen in de paniek schiet, of dat ik verdrietige ogen krijg, omdat die beurs dan een beetje tegen mij werkt. Die rust overdag die zorgt er ook voor dat ik rust 's nachts krijg. Ik wil 's nachts gewoon in mijn bedje liggen en lekker lopen dromen in plaats van over de AX op wakker liggen, hè, dat het de verkeerde kant op gaat. Maar je snapt natuurlijk eigenlijk al dat de derde R de meest belangrijke R is. Ik wil een rendement maken. Jij wil dat ook, ik wil dat ook en ik heb mijn doelstelling gedefinieerd. Ik wil 1% rendement per maand maken, oftewel 12% per jaar. Ik heb hier heel stiekem een grote dan tegen voorgezet. Hè. Dat betekent dus eigenlijk dat ik meer dan 1% rendement per maand wil maken. Oftewel, meer dan 12% rendement per jaar wil maken. Gaat de beurs omhoog? Ik wil 12% rendement maken. Gaat de beurs zijwaarts? Ik wil 12% rendement maken. Gaat de beurs naar beneden toe? Ik wil 12% rendement maken. Dat is mijn doelstelling voor dit systeem. Nou, ik heb ook nog een vierde R, had ik er eigenlijk bij gezet. Don't lose money. Op het moment dat je dus in de situatie terechtkomt dat de beurs tegen jou werkt, dat de strategie eventjes tegen zit, zorg er dan voor dat je geen geld verliest.
Of in ieder geval dat je niet al te veel geld verliest. Want dan zorg je eigenlijk ook ervoor dat je in de balpit blijft. Om maar in het Engels te praten. Want deze regel heb ik niet zelf verzonnen. Maar die komt van de heer Warren Buffett. Ja, heel veel mensen zeggen, ja, dat is geen vierde R. Hè, dat, ja, in de naam Warren Buffett zitten natuurlijk twee R'en. Maar dit is zijn regel. Tenminste, eigenlijk had hij twee regels. Regel 1 is, don't lose money. En regel 2 is, don't forget rule number 1. Oftewel, daar is hij volledig op gefocust. Hij is dus ook volledig gefocust op het beperken van het risico. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat is wat ik van hem heb overgenomen. Die short strangle strategie is dus wat mij betreft de methode om rendement te maken. En hoe doe ik dat dan bij extra lange termijn? Ik had je al verteld, hè? Dat is een beleggingshorizon van 1 à 2 jaar. En ik ben winstgevende en verlieslatende posities aan het doorrollen. En dat doe ik op basis van wiskundestatistiek. Niet vanwege het feit dat ik misschien een keer slecht uit bed ben gestapt. Of dat ik door emotie mijzelf laat verleiden om te handelen. Nee, op basis van wiskundestatistiek ga ik dat doen. Ik wil je nu meenemen naar de beleggingsresultaten. Want je zou wel denken, nou, leuk verhaal, aardig verhaal, prima allemaal. Maar kom maar eens op met je resultaten. Hoe heb je het nou de afgelopen tijd gedaan? Dan gaan we naar traders vergelijken. Een aantal mensen zullen dit ongetwijfeld kennen. Platform waar we aan aangesloten zijn. En traders vergelijken doet niks meer of minder dan wat de naam al zegt, namelijk het vergelijken van traders. En hier zie je al staan dat hier een aantal mensen met hun systemen staan, die je exact één op één kan volgen. Nou, wie staat er dan bijvoorbeeld op? Ronald de Zoete, misschien kennen die een aantal mensen, die is volledig gespecialiseerd op alles wat met olie en aardgas te maken heeft. Hier staat ook bijvoorbeeld de naam van Harry Klip op. Die heeft een trioptie portefeuille. En je ziet, trouwens ook weer opties, hè? Dat is niet helemaal toevallig. Harm Verwijk, misschien ook een naam die bekend voorkomt, die gaat in het kwartaal 2023, hè, het eerste kwartaal 2023, met een dividendportefeuille hierop komen. Dat betekent eigenlijk hierop komen, dan kun je exact de portefeuille exact één op één volgen, die wordt gedaan. Nou, Jan Robert zal in het tweede gedeelte, gaat hij het hebben over zijn systeem, over de kalenderspread, die staat natuurlijk hier. En ik ga het vandaag dus nu hebben over mijn XLT, over mijn opsbeleggen XLT. Ik druk erop. Je hebt trouwens hier al gezien wat het resultaat was. Dus dan is de kleine spoiler is al weggegaan. Ik ben gestart in 2020. En wat heb ik toen aan rendement gemaakt? 27%. Gaat dit systeem altijd goed? Nee hoor, kijk maar. Want hier in 2021 heb ik een verlies gemaakt van 10%. Ah, vond ik wel een erg lastig hoor. Verlies maken, dat zit niet echt in mijn genen. Hoe komt dat nu? Nou, ik heb je eigenlijk dus straks in het voorstukje al laten zien dat die beurs te hard omhoog, te hard naar beneden toe gaat. En dan vindt dit systeem dat niet prettig. Dus 2010, verlieslatend jaar, vond ik niet leuk. Maar ik ben wel doorgegaan, hè? Dat zie je. Hè? Want hier heb je natuurlijk op een gegeven moment ook je winsten weer te pakken. En ja, dit jaar is toch wel weer een heel mooi jaar. We maken 19,8% winst. Bijna 20% winst. Is er in 2022, is dit een mooi beursjaar? Nee, dat is het natuurlijk niet. Maar als je aan mij vraagt, is 2022 een mooi beursjaar? Nou, 20% in 9 maanden, dat vind ik toch een hele leuke. Ik ga je meenemen hoe deze resultanten tot stand zijn gekomen. En dan zul jij natuurlijk heel benieuwd zijn naar deze augustus 2021. Hoe kom je nou aan dat verlies van die 2000 euro? Hoe kom je nou in januari aan een verlieslatende poot? Maar daar ga ik je in meenemen. Maar ja, ik ga je ook natuurlijk vertellen hoe deze allemaal tot stand zijn gekomen. Ook in een beurs die naar beneden gaat, kun je gewoon 20% rendement maken. Oh ja, gewoon. Het woordje gewoon kun je weghalen, hoor. Die vond ik eigenlijk iets te flauw. Is het dus mogelijk, ook in deze beurs, om rendement te maken? Goed, even kijken. Ik ga naar stop sharen. En dan ga ik opnieuw mijn ding sharen. Ik had je verteld, we gaan op 31 augustus gaan we starten. Ja, 31 augustus 2020, hè? Dus meer dan 2 jaar geleden. En wat heb ik gedaan? Ik ga een short strangle positie innemen. Ik verkoop dus een call optie boven de huidige waarde van de AEX-index. Die was toen tussen de 630 en 400. En ik verkoop een put onder de huidige waarde van de AEX-index. Dus ik heb een hele mooie bandbreedte, 230 punten. Voor de positie die dus ietsje dichterbij zit, hè, de december 2022. En ik ga ook wat verder weg zitten naar de december 21. En zie je dat die bandbreedte dan meteen een heel stuk hoger wordt. Nee, groter wordt, zou ik eigenlijk zeggen. Bandbreedte wordt groter, hè, 700 en 350 naar beneden toe. Je geeft dus eigenlijk de AX 350 punten de mogelijkheid om
ruimte te geven zonder dat het jou pijn doet. Goed, ik zie dat het 1:04 is. Nu ga ik in sneltreinvaart door de posities heen. Want wat doe ik nu eigenlijk? Ik had je verteld, ik ga winstgevende posities doorrollen en ik ga verlieslatende posities doorrollen. Hoe werkt dat, het doorrollen van winstgevende posities? Nou, stel nu voor, hè, ik heb hier eventjes naar 11/11/2022. Hier in het zuiden is de 11e van de 11e is een hele belangrijke dag. Het heeft met carnaval te maken. Mensen boven de rivieren die hebben daar iets minder mee te maken. Maar ik had toch gemeend op die 11e van de 11e, ondanks dat ik onder de rivieren woon, toch iets te gaan doen. Namelijk winst maken. Doe ik het allerliefste. Ik heb hier deze put teruggekocht. Ik heb die voor 2,75 verkocht. Ik ga die voor €22 terugkopen. Dat betekent eigenlijk dat ik een winst heb van €253. Dat is een doorrolactie, want dat betekent dat ik die bodem, die put-optie, die ga ik verhogen van 400 naar 500 punten toe. Dus je rolt een positie door. In wezen, hè, een call is een plafond, een put is een bodem. Dus in wezen ben je de bodem een stukje aan het ophogen. En dat kan, want dat was natuurlijk het geval dat die beurs naar boven ging. En dan ga ik met mijn put-opties winst maken, want dan rol ik die op die manier door. Hoe ziet er dat dan verder uit? Nou, is het alleen maar call-opties of put-opties doorrollen? Nee, want 18-11, of een week later, ben ik de volledige positie in de decemberpositie aan het doorrollen. Net had ik laten zien, even kijken, dan een keertje terug, dat je dus in dezelfde maand blijft, hè, december 2020. Dit is niet goed, want anders gaat het verkeerd. De december 400, die ga je de put ophogen naar de december 500. Hier heb ik dus gemeend om deze transactie op te rollen. En dat betekent dus dat je de december-series helemaal gaat sluiten. En die ga je doorrollen naar de december 2022. En dat betekent dus eigenlijk dat je die tweejaarse termijn, die ga je nu daadwerkelijk het werk laten doen. Dat je dus ook extra lange termijn deze posities inneemt. Dat is ook een doorrolactie. Goed, nu gaan we eventjes in het kader van de tijd wat sneller door. Hier snap je er allemaal een keer €605 winst gepakt. Nou, dat is superleuk, hè? Hier ga je dus die bodem van 350 ga je ophogen naar 400. Hoe kom je dan aan die €605 winst? Nou, je sluit die positie voor 375. Die heb je voor €9,80, dus €980 verkocht. Zo realiseer je die winst van €605. Was het alleen maar feest? Nee. We hebben natuurlijk ook een aantal verlieslatende maanden gehad. Hoe komt dat nu? Nou, die beurs die bleef maar doorstijgen. Dat betekent dus dat je hier op een gegeven moment ook de put-opties gaat sluiten. En ook de call-opties gaat sluiten. Maar die call-opties, ja, die 700, ja, kun je nu bijna niet meer voorstellen. Maar die liepen toen dik in de min, omdat die beurs maar door aan het stijgen was. Nou, en dan is het dus dat inzetten van het risicomanagement om ervoor te zorgen dat je niet tegen al te grote verliezen aanloopt. Ik ga eens eventjes een groot sprongetje maken, want dit geloof je allemaal wel, €430 winst als je een positie doorrolt, €205 winst in juli 2021, augustus ook nog eens een keertje €110 winst met een doorrolactie. Dit was die vervelende ook, hè? Dus die beurs die bleef maar doorstijgen. Hier zelfs, ik moest de call 780 moest ik gaan sluiten op basis van mijn risicomanagement. Was ik natuurlijk niet blij mee, 30 augustus, heel vervelende. Want hè, dan betekent dus eigenlijk dat dat mijn stoploss wordt geraakt. €2850 moest ik betalen. Heb ik dat achteraf goed gedaan? Ja, want die beurs die stond toen op 788 en waarop expireerde hij, ik ga bijna struikelen over mijn woorden, op 829. Dus ja, dat voorkomt dus dat risicomanagement dat je tegen te grote verliezen aanloopt. Goed, ik ga nu eventjes door, snel, trein, vaart naar boven. Dit geloof je wel, een keer €70. €160 in de plus, €365. Ik ga een optelsom maken. Want ik ga ook zorgen dat Jan Robert ook nog eens een keertje zijn systeem kan uitleggen. Nou, €345. Augustus, nou ja, we zijn in augustus ook. Okay. Nou, eventjes een klein stukje terug, dat mag nog eventjes wel. Hier hebben we in juli €200 verdiend. Mooi hè, 2%. Is het mogelijk om een rendement te maken in deze maand? Jazeker. Hoe staat het dan in augustus? Ook mooi hè. 3,45 winst. Hoe komt dat weer? Ja, je gaat dus nu een put-optie doorrollen. Kan ook, hè. Ik ga gewoon die bodem verhogen van 4,50 naar 500. Is dat het risicovol gebeuren? Nou ja, we staan nu op 660 punten. Dus ik heb de AX nog 110 punten ruimte gegeven om daarin naar beneden te knallen. Dat mag ook wat mij betreft.
Want daar gaan mensen ook een keer op zoek naar alternatieven. Even kijken, 16-9. Nog een keertje winst gepakt. Hoe komt dat? Ik heb de call-optie verkocht. Ja, die beurs gaat naar beneden toe. Dus dat betekent dat ik mijn winsten kan pakken op mijn call-optie. Ik ga het plafond ga ik verlagen van 87 naar 750 punten toe. En zo pak ik ook weer een winstje. Dat is in wezen zoals de resultaten zijn gegaan. En nogmaals, even kijken. Ik ga weer even terug naar share screen. Waar zijn we gebleven? Er staan natuurlijk weer veel te veel voor mij open. Dat is deze. Nou, zo zijn de resultaten bij elkaar opgeteld, afgetrokken. Hey, je ziet dus dat, ja, ik kom toch maar weer even terug op mijn risicomanagement. Hè. Hier heb je dus telkens dat risicomanagement in moeten zetten. Het kan natuurlijk ook een keer zo zijn dat je een forse domper maakt. Maar je ziet hier dat die rendementen ook goed zijn op het moment dat je dit systeem ook in de neergaande beurs inzet. Even kijken. Jan Robert, ik ben 2:30 is het nu. Ik ga even nog vragen en te kijken naar de chat of er vragen zijn op dit moment. Even kijken. Ga ik naar de chat. Dat doe ik zo. Even kijken. Ik zie dat Rick inderdaad nog een vraag had. Mijn antwoord aandelenmatig. De opties zijn prima. Ik volg de KT, de LT en de XLT. En slimmer met opties. Nou, superleuk. Rick, om te horen dat je A-content bent. En inderdaad, dus ook je ziet het ook. Hè? Jij doet dus ook mee met de XLT. Trouwens ook met KT en ook met LT. He, dus dat het goed gaat met opties en dat je dus inderdaad ook geld kan verdienen met opties. En Theo zei, Mac was weer in town. XLT biedt kansen met deze bewegelijke markt. Nou, dat heb ik je inderdaad ook laten zien. Even kijken, hier is van alles en nog aan het rinkelen. Dat doen we weg. En Theo zegt, ja, je zit al op 12% per jaar over 3 jaar gemiddeld. Nou, dat is inderdaad ook. He, ik wilde die 1% per maand, of die beurs nu omhoog gaat, omlaag gaat, zijwaarts beweegt. En als je dat, ja, over 3 jaar is natuurlijk ook 12% per jaar. He, want dat is natuurlijk de doelstelling die ik heb. Eens even kijken, mag ik een vraag stellen als laatste of je het een interessant systeem vindt, of je dat een leuke toevoeging vindt, op deze manier van beleggen leuk vindt, want op het moment dat dat Jan Robert straks zijn presentatie gedaan heeft, wil ik nog even terugkomen op tradersvergelijken.nl, dus dat je op basis van 1 druk op de knop, nou eigenlijk 2 druk op de knop, dat je exact dezelfde rendementen kunt maken als die Jan Robert aan het realiseren is en ook ik aan het realiseren ben. Oftewel, alle traders die je ziet bij traders vergelijken, die kun je op een hele makkelijke manier volgen, zonder dat je zelf de beurs in de gaten hoeft te houden. Je drukt gewoon op een knop en exact dezelfde transactie wordt uitgevoerd voor jou. Eens even kijken. Om erbij te doen, zeker. Nou, je bent ook van harte welkom. Theo en andere mensen die hier ook reageren, dus dat is hartstikke leuk. Ja, Robert, zal ik het zo doen dat ik mijn scherm ga stoppen met sharen? Dan, ja, als het goed is, dan kun jij in de house gaan komen. Ja, even kijken hoor, want ik had nog een paar leuke dingen. Dat is op slot deze. Even kijken hoor. Dat is deze. Ik moest nog 2 iets toevoegen. Dat vond ik op zich wel een aardige. En dat is namelijk als volgt. Want wie doet van jullie al mee met, mag ik een paar handen de lucht in, zeg maar, die al meedoet met een systeem van Menko of van mij of iemand anders via traders vergelijken. Wie doet eigenlijk mee? Eens even kijken. Kunnen we dat zien? Of wil je dat in de chat? Ja of, ja of nee. Eigen ja of nee is dat. Oh, wacht. Oké, dan moeten we naar de... In de chat. Attendees gaan. Ja, ik zie dat Ruud inderdaad ook hand opsteekt. Adrie, Carolien, zet dat ook erbij. Peter zegt, ik doe mee met LT. Nee, dat ruimt. eigenlijk ja. Anders gezegd, ik doe met LT mee. Hè, dat kan ook beter. In ieder geval, het ruimt nog steeds alle twee. En Ruud zegt het inderdaad ook. Dus ja, leuk dat er een aantal mensen zijn die bekend zijn met traders vergelijken. Nou, hartstikke mooi. En zijn ook tevreden met de service? Om mee te doen, bij te doen, zeker, zegt Theo. Absoluut. Peter ook, hartstikke mooi. Ja, en alles valt of staat met een goede spreiding. En wat Mac ook zei, je moet zorgen dat je verliezen beperkt. En ik denk dat Mac er ook gewoon in slaagt. Verliezen hoort er gewoon bij en dan kom je gewoon niet aan. En het belangrijkste is dat je de
strategieën weten te combineren, te spreiden, omdat je nooit weet wat de volgende strategie gaat doen in een andere markt. En ik heb dezelfde Eurostox 50 strategie met opties. Het klinkt misschien een beetje complex, maar ik zal het plat slaan. En heel kort dan, de meesten kennen mij al. Ik heb ook meegeholpen met het opbouwen van mijnbelegging.com. Toen heette het nog de slimste belegger, hadden we 3000 leden. Op een gegeven moment ben ik richting de crypto's gegaan en later weer aansluiting gevonden bij Harm van Wijk. En we hebben dus inmiddels een community opgebouwd met meer dan 100.000 leden. Dus daar ben ik best wel trots op. Daarnaast ben ik ook keynote speaker en auteur van de bestseller, mag ik wel zeggen. We hebben meer dan 6600 boeken verkocht sinds november. Dus best wel aardig, Menko, hè? Oh ja, Menko die is ja, online lunch. Ja, ik heb hem op unmute staan. Ja, zeker. Ja, dat geeft. Dat is compliment waard, absoluut. Ja, maar heb jij dat boek ook al ontvangen of ja, nog niet? Ja, zeker. Dat, heb ik naar je toegestuurd, hè? Ja, ja en ligt wel op je nachtkastje, hoop ik, hè? Erkentelijk voor. Sterker nog, ligt hij wel op mijn bureau. Oh, oké, okay, kijk aan, beter. En, prominente plek. Ja, mooi, hartstikke goed. En ik heb ook de eerste exemplaar meegenomen naar Oekraïne. Dat was in Kiev in november vorig jaar. Ja, toen dacht ik, iedereen wilde dat boek hebben. En wat wilde het geval? Dat zij zagen op de op afstand, alleen crypto trading. Ze dachten dat het Engels was. Was het niet het geval. En in juni heb ik een Engelse talige versie gemaakt. E-book en paperback. En ik heb ondertussen ook 2000 USDT in maart voor mij gestort naar Oekraïnse organisaties om te helpen. En in ieder geval is het ook zo, ik was onlangs nog in Orlando met Harm. En daar kwam ik ook nog deze twee heren tegen, zeg maar, in de gang. En die keken onder toeziend oog naar mijn boek, Menko. Dus Ronald Reagan en Weiland Ronald Reagan en JF Kennedy vond ik wel wel leuk. In ieder geval, ik ben ook keynote speaker op diverse fairs. Binnenkort zijn we ook te bewonderen op op deze, dat was afgelopen zaterdag, op de World of Trading Fair. En we zijn ook op de Traders Fair op 4 november aanwezig in Beurs van Berla. Dus iedereen die ook een kaartje wil hebben. In ieder geval even een aantal vragen. Ja, waarom traden of in ieder geval in opties wat doen? Waarom iets met de markt doen? Nou, je ziet hier de inflatie in Duitsland. Hoogste sinds 1951, inflatie door het dak, 17%, dat was afgelopen september. Business Insider, dus inderdaad, je hebt gewoon andere systemen nodig dan alleen een spaarrekening, want daarmee ga je het niet redden. En energieprijs ook door het dak, dus allemaal pijnpunten natuurlijk. Dus wat is eigenlijk ook een hedge? Nou, daytraden of in ieder geval traden, actieve traden met opties of wat dan ook. Hedging is eigenlijk de oplossing voor de financiële risico's. Want wie heeft op dit moment een dekking op zijn energierekening? Of wie heeft een of de inflatie, hè? Dus de dekking zou kunnen zijn natuurlijk Menko zijn systeem. En dat is heel belangrijk om dat te erkennen. En dat je in ieder geval iets hebt. Maar doe iets in ieder geval. En ik wil je meenemen naar de weekse strategie van via Maxim via de kalenderspread. En iedere vrijdag rond 12 uur gaan we een nieuwe affaire opzetten. En het is eenvoudig te volgen via traders vergelijken. En wat we eigenlijk doen, bottom line komt erop neer. Ik kijk om 12 uur op vrijdagmiddag naar de spotstand, de indexstand van de Eurostock 50. Dus niet de future, maar de spot. En dan bepaal ik een bandbreedte. En dan koop ik de tweede weekse opties en schrijf ik de eerste week opties. Dus eigenlijk is het een short strangle gedekt met een gekochte strangle. Een periode later, dus met een dekking. En per saldo, kijk. Is het zo dat Menko die ontvangt per saldo premie? Nou, ik betaal per saldo premie. Maar het mooie is dat je niet meer kunt verliezen dan je inleg. En dat is ook altijd heel mooi. En even kijken hoor. Het idee is namelijk dat je van tevoren een bandbreedte bepaalt. Ja, hoe bepaal je dat? Aan de hand van de volatiliteit. Nou, dat is ook een beetje een vingerfietsen gevoel. Is dat vingerspitsen gevoel? En dus een pak ik een bandbreedte van 3% plus 3% min 3% in dit geval. Dit is de index, de Eurostox 50, de grootste index van Europa. De breedste index ook. Er zitten 50 aandelen in. Met alle respect is beter, naar mijn idee, beter verdeeld dan de ASML-index of de Mickey Mouse-index van de AX. Ik denk dat
ben ik heel boos word, maar goed. Het is ik ben het daar volledig mee eens. Ik noem de AX niet voor niets altijd ook de ASML-index. Want ASML is een heel mooi bedrijf, maar heeft natuurlijk een belachelijk hoge weging in de AX-index. Sterker nog, ik kijk nooit naar aandelen, maar met name ASML, ja, die houden we natuurlijk goed in de gaten. Want die is eigenlijk veel te bepalend voor die AX-index. Waanzinnig, maar het is wel waar. Nou, SJ vroeg nog even toe. Leuk dat je weer aanhaakt, SJ. Ze zeggen altijd dat aandelen het zijn tegen inflatie, nog niks van te merken. Misschien op de long run zal er wel een kern van waarde in zitten. Maar goed, je hebt ook altijd theorie en praktijk. En het is ook zo dat aandelen natuurlijk onderhevig zijn aan sentiment. En sentiment is gewoon momenteel bagger wat dat betreft. Ja, misschien de afgelopen dagen iets beter. Maar goed, het gaat ook niet om dat je alleen long aandelen moet zitten of long opties of wat dan ook. Dat je een mooie spreiding aanbrengt. Hier heb je een daily chart van de Eurostoxx 50. Ook net als de AEX zigzaggen naar beneden. En ik heb twee lijnen getrokken. Verticale, eigenlijk vier lijnen. Dus twee verticale en twee horizontale. De twee verticale, een groene lijn, dat is de 7 oktober. En dat staat voor de expiratie morgen. En één week later is dan de 14 oktober. Nou, dit zijn eigenlijk de expiratiedata die ik heb geprikt. Ja. Menko die pakt altijd maandseries of langer voor de LT. In de korte termijn voor mij de maandseries. Maar ik doe gewoon altijd lekker kort. Ik schrijf de eerste week optie en koop de tweede week opties als dekking. En dan is het natuurlijk zo, oké, dan heb je de expiratiedatum wel geprikt. Maar hoe zit dat met de uitroepprijzen? Nou, ik bekijk op een gegeven moment, en vorige week noteerden we een beetje in het midden, zeg maar rond, nou, wat zou het zijn, rond 33,50 zo volgens mij. En dan heb ik aan de bovenkant een bandbreedte geprikt en onderkant. En de bovenste gele lijn, dat is de 3400 lijn. En de 3200 lijn, de onderste lijn, dat is de onderkant van de bandbreedte. En de 3200, daar heb ik de puts voor gepakt, hè, de put-opties en de call-opties heb ik aan de bovenkant gepakt, 3400. Maar je ziet ook dat de laatste bar, die nu rood is, en kijk of ik dat kan laten zien hier, die pierst eigenlijk boven de gele lijn uit, dus boven de 3400. En je ziet nu ook een koers van 3453, 85, afgerond 50, zeg maar. En het punt is dat morgen is de expiratie, het is een beetje make or break. En de vraag is dat een goede uitgangspositie of uiteindelijke positie? Is dat goed of slecht voor de positie? Want ik heb dus de call geschreven. In de hoek zie je dat de groene lijn, weliswaar als dekking, de rode lijn zeg maar als dekking. Maar is dat goed als je een geschreven optie hebt, call, is dat goed als de koers erboven is of als die eronder zit? Wat is beter, hoger of lager? De boven ja, doe even hoger of even kijken. Oh, mute. Ja, ja. Ja, dat is een geschreven optie, hè? Wil je als een call schrijft, wil je dat die boven of onder de uitvoerprijs uitkomt? Ja, misschien dat mensen in de chat even kunnen zetten, hoger of lager. Het zijn goede studenten, goede leden. En onder zie ik, absoluut. Ja. Adrie, Theo, die gaan door voor de volgende ronde. Ja. En hartstikke goed. Dus eigenlijk wil je dat die koers boven of iets onder de 3400 uitkomt morgen. We hebben nog een dag te gaan. En het mooiste zou zijn natuurlijk als die net onder die gele lijn uitbreekt. Of stel dat je morgen in één keer naar beneden zakt. Boom, richting de 3200 of lager. En bij de geschreven put-optie wil je dan dat de koers, hè, de expiratiekoers, boven of onder de 3200 put uiteindelijk eindigt. Nou, en bij de put is het andersom natuurlijk, dan wil je dat hij erboven blijft. Eigenlijk wil je dat een affaire wordt opgezet en de expiratie gewoon in die bandbreedte blijft. Maar liefst in de hoek of bij die groene lijn boven in de hoek of onder in de hoek, dan heb je een maximale winst. En dan is nog de hamvraag, heb je eigenlijk liever dat de markt expireert aan de bovenkant of aan de onderkant? Blijf jullie natuurlijk strooien met vragen, maar dat doe ik even bewust natuurlijk, om jullie scherp te houden. Ja. Even kijken, wat is de specifieke vraag, Jan-Robert? Ja, de specifieke vraag. We hebben namelijk een premie betaald, hè? Die rode lijn, dat is nog een week te gaan. Wil je dan dat de geschreven opties dan
op de calls worden afgewikkeld of op de put-opties. Dat die dus aan de onderkant van die bandbreedte expireert of aan de bovenkant van die bandbreedte. Nou, ik zal er vast verklappen, je hebt het liefst dat die naar beneden gaat. Want als dan de opties op nul expireren morgen, dan heb je nog altijd de put die nog een week te gaan is. Die heeft dan een hogere waarde, omdat de puts altijd duurder zijn dan de calls. Dus Adrie, dus dat is even een denkwijze. Je hebt altijd met paniek naar beneden toe. De premies zijn duurder met de puts dan met de calls. Dus nu zit het aan de bovenkant en nu hopen we natuurlijk dat iets gaat zakken. En het is een illusie om te denken dat we morgen even naar beneden zakken. Maar goed, je wilt bij deze strategie dat de opties eigenlijk rond de onder de 3400 of iets boven de 2200 noteren. Nou, ik heb in ieder geval, even kijken hoor, de prijs die ik betaald heb in per saldo 36,50. En niet maal 100, maar maal 10. Omdat de multiplier, daar moet je ook altijd kijken bij opties. Wat is de multiplier? De multiplier bij de Euro Stoxx 50 index opties is 10. Met andere woorden, we betalen €365. En de prijs nu, als we die dan sluiten, ja, dan hebben we dus 2,80 verlies eigenlijk, €2,80. Maal 10 is €28, dus dat is een beperkt verlies. Het is natuurlijk niet leuk dat het een verlies is, maar goed. Dat is dan de stand van zaken. Maar goed, als de markt iets daalt morgen, dan hebben we daar meer speling mee. Nou, ik heb een ander plaatje, dat was vorige week. De vorige trade heb ik op 23 september heb ik uitgevoerd bij een koers van 3600. Nee, dat was iets lager trouwens. Dat was 3651. Dat was iets boven de 3600. Is naar beneden gezakt. En had ik een bandbreedte geprikt. 3400, 3250. Nee, dat klopt niet. Dat was dan rond de 3400. Deze prijs klopt niet. Maar de expiratie. Ik had een bandbreedte van 200 punten genomen. En dat is dan 3450, 3250. En de markt is toen naar beneden gegaan. En is dus rond dit niveau. Is die gaan expireren op 30 september bij die rode. Nou, dat was namelijk ook goed. Want je ziet ook dat we toen een winst hebben behaald van €118,60 minus van na aftrek van kosten. En dat is cool, omdat dat een mooie maximale winst is geweest. Dus dat blijkt dus ook. Hieruit blijkt ook dat je liefst hebt dat een index onder in de bandbreedte gaat expireren. Nou, dan heb ik in ieder geval ook een vraag aan jullie. Wie van jullie kennen deze mannen? Wie ken jij deze mannen of niet, Menko? Ja, absoluut. Die vier of vijf die komen zeer bekend voor, ja. Een tijdje geleden. Ja, die had op een gegeven moment, 1964, had iemand een huis gekocht, John Lennon volgens mij. Ja. En die zei eigenlijk van, ja, ik heb wel een huis gekocht, maar ik heb geen zwembad. En die zei toen, ja, let's ride the swimming pool. Dus toen hebben ze dus help, hebben zij geschreven. En die hebben dus ook een zwembad bij elkaar gehard. Door te zeggen, oké, wij hebben een hit gescoord en ik kon een zwembad kopen. En waarom zeg ik dat? Wat is eigenlijk jouw zwembad? Wat is jouw droom en hoeveel kost die? En dan kun je dus even zeggen, oké, wil je zoveel euro per maand verdienen? Of wil je ook een zwembad of wil je een huis in of Cyprus, of wil je een huis in Spanje of in Portugal. Dus ik wil je even tot denken zetten. Wat is jullie zwembad? Wat is jullie droom? En hoe kun je dat bereiken? Nou, dat kun je natuurlijk bereiken door strategieën samen te voegen of te spreiden. En je bent ook één stap verwijderd van tradingsucces. Hè? Dus heel vaak hoor ik ook klanten. Die gaan dan van ene systeem naar een ander systeem switchen. Maar zorg ervoor dat jij gaat hakken. Nou Menko, jij hebt ook behoorlijk gehakt in positieve zin des woords. Daarbovenin heb je dus een heel ijverig mannetje die hakt door de grot. En dan zie je dus, die ruikt dan de diamanten. Nou, die gaat door. Nou, jij bent doorgegaan. En er zijn ook heel veel beleggers die gaan dan tot de laatste inch, zeg maar. De laatste centimeter en bekken ze of dan gaan ze weer terug. En de diamanten liggen binnen handbereik. Als jij dus onderste mannetje was, Menko, met de opties,
dan was jij bijvoorbeeld in 2020 met die min 10 of wat dan ook, dat je dan gaat stoppen en dan laat je de winsten liggen. Maar je bent doorgegaan en je hebt die diamanten wel binnen handbereik gekregen, want die paar jaar later, voor mij had je 84 maanden winst achter elkaar volgens mij, ik weet heel veel. 29, maar ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, dus met andere woorden, als je gewoon een systeem hebt en je gaat gewoon door, zorg dat je belief in jezelf hebt en dat je doorgaat. En Theo die zegt, Harry, hak inderdaad. Ja. Harry, ik weet niet, Theo, ben je ook dan ook op de 4 november op de beurs van Berlage? Daar ben ik ook aanwezig. Ik weet niet of ook de andere leden van MT of van Belegd.com aanwezig is. Maar en 50 is champagne inderdaad, Theo. Dus ik zou zeggen, nou, in ieder geval morgen gaan we een nieuwe daily chart opzetten. Of in ieder geval een nieuwe strategie opzetten. Heb jij interesse om daar iets aan mee te doen? Stuur een berichtje naar contact@tradersvergelijk.nl of via tradingformanity.com via de QR-code. En voor mij kun je ook jouw dingen laten zien natuurlijk. Maar ook belangrijk is, dit is altijd een leuk plaatje wat ik wel interessant vind. Risico is subjectief. Als jij dus zegt, nou, ik vind opties of vind ik te risicovol met bepaalde strategie, doe het dan niet. Maar ik denk ook inderdaad, Menko, dat iedere wel zichzelf respecterend belegger toch wel opties moet nemen. Dus Wim zegt, Wim de Kraker zegt, is 2000 euro reëel met investeringen van 1000? Nou, dat was een voorbeeld met daytrading. Dat is zeker wel haalbaar, omdat je namelijk 100 euro per dag kan verdienen. Dat is een ander tak van sport, maar het gaat er eigenlijk om, als je dus een aantal maanden meedoet, of in ieder geval als je per maand weet, nou, je verdient zoveel, dan kun je eigenlijk kijken welke strategie bij je past. Dus in ieder geval, Theo, ik weet niet hoeveel risico dat jij neemt, maar pas op dat je niet wordt geprikt natuurlijk. Nou, dan gaan we zo naar de lunch. Voor mij is het 2 uur. Ja, en dus een uurtje later. Nou, ik denk dat we het zo zien dat dat vorige plaatje, dat is toch wel een klein schrikbeeld. Hè? Dat je zo op de hak wordt genomen om met Harry zijn initialen te spreken. Ja, klopt. Ja, Harry en ik hebben samen ook wel eens een keer een webinar gedaan en we kwamen erachter dat Harry Clip is natuurlijk HAK en Menko Sweep is natuurlijk MES. Dus Harry die gaat hakken, Menko zet het mes erin. Maar dat is natuurlijk wel het risicomanagement wat het allerbelangrijkste is. Ik denk dat wij gespecialiseerd zijn in het managen van risico. En op het moment dat je aanspreekt en je wil de transacties van jouw robot of van Harry of van mij volgen, ga dan naar Traders Vergelijken. Wil je het in eerste instantie niet, ga dan naar Traders Vergelijken en meld je daar aan voor de nieuwsbrief. Dan word je op de hoogte gehouden. En Theo zegt ook, ja, Harry de Driepoot, dat is inderdaad zijn specialiteit. Maar dan word je op de hoogte gehouden. Je krijgt elke maand krijg je een mail binnen met daarin alle rendementen die gehaald zijn door verschillende traders. En zo word je een beetje op de hoogte gehouden van de transactie en de rendementen van Jan-Robert, van Harry, van Raoul, nou, uiteraard ook van mij, van Ronald, nou, en alles wat verder niet meer is. Dus schrijf je daarvoor in en dan, ja goed, hè, dan kunnen we je daar ook weer een stukje verder mee helpen. Even kijken, ik hou jullie wel wakker, zeg. Ja, inderdaad, Theo, je bent lekker actief en zo moet het ook, daar houden wij van. We houden van een stukje interactie. Even kijken, ik zie dat het een paar minuutjes voor 1 is. Bij jou dan voor 2, beste Jan-Robert. En ik zie dat jij een zwart scherm hebt. Klopt dat bewust of zo? Of, Oh, is het zo? Ja. Even kijken. Nou, dat is niet bewust. Even kijken. Oké, nou geeft niet. Nou, dan gaan we terug naar share screen. Even kijken. Precies. Ik heb even die link van Trades Vergelijken erin gezet. Dus, ja, hartstikke fijn. Nou, ondertussen dat wij aan het praten zijn, zakt de AEX weer lekker weg. Ja. Dus, nou, alle reden om eens een keer je bakens te gaan verzetten en te kijken of het systeem van jouw robot of van mij of van andere mensen bij Trades Vergelijken een stukje aanvulling kan zijn in je portefeuille. Want met alle respect, met de AX kun je het op dit moment niet echt verdienen. En als je mij niet gelooft, nou kijk gewoon naar je eigen Black Sport Fire of kijk naar de AX-index. En dan worden niet gelogenstraft. Ik zie op dit moment geen vragen meer. Dan denk ik dat ik het zo doe. Het is hier lekker zonnig. Ik ga straks even kijken of we een beetje kunnen lopen. En in de tussentijd ga ik het zo doen. Ja, Robert, daar ga ik jou bedanken voor jouw interessante bijdrage weer. Met name dat plaatje van die stierenvechter die zit even op mijn netvlies. Dat was Harry trouwens. Oh, haha. Ja, die werd gehakt. Precies. Nou, die staat even op mijn netvlies gegrift. Ik ga jou een hele fijne dag toewensen.
Ik ga alle deelnemers van dit webinar een hele fijne dag toewensen. Bedankt voor jullie bijdrage. Graag tot de volgende keer. En dan spreken wij elkaar vanzelf weer. Fijne dag. En, groetjes. En even tot slot nog bedankt voor de deelname natuurlijk. En voor de huishoudelijke mailing morgen komt Fred Hendricks met dividendportefeuille. Die ga ik co-hosten. Oh ja. En dan zie ik dus volgende week, even kijken wat we nog meer in petto hebben. Dat is volgens mij, in ieder geval Crypto Monday voor mezelf. En dan zie ik performance die optie met Harry. Dat is donderdag, volgende week donderdag zie ik. En dan ben je vrijdag ook aanwezig met de ASML-strategie. Klopt, hè? Ja, klopt. Hè. We zijn eigenlijk een nieuwe strategie gestart. Die doen we dus niet zelf mee. Dus deze transactie doen we zelf mee. Hè. Die volg je één op één. Maar Harry en ik zijn eigenlijk aan het kijken over de ASML, omdat het ook zo'n grote speler in de AX natuurlijk is, daar hebben we het over gehad, om te kijken of het daar ook mogelijk is om op ASML geld te gaan verdienen. En we zijn ongeveer in april vorig jaar gestart, dus we zijn zo'n beetje anderhalf jaar bezig. En we hebben dus eigenlijk een soort fictief track record opgebouwd, hè? Want we hebben dus wel met echte koersen en echte transacties, of niet echte transacties, maar echte posities, nou deze gaan we innemen. En gaan we kijken of we dus ook rendement zouden kunnen maken op ASML. Nou, dat ziet er heel florissant uit. Dus op het moment dat, dat je daar een mailtje voorbij ziet komen, ben je ook van harte uitgenodigd om de lunchpauze samen met Harry en mij te spenderen. Oké, nou hartstikke mooi. Dankjewel. Oké, goed. Robert, ik wens jou een fijne dag. En tot de volgende keer. Hè? Goed bezig, Adrien, met schrijven van de chips aandelen. Wim, tot de volgende keer. Adrien, iedereen, Theo en alle bekenden natuurlijk. Ruud en iemand anders die ik niet heb genoemd. Heel veel plezier en tot de volgende keer. En hasta la vista. Ciao. Oké, bye bye. Bye bye.